Dames en heren, hartstikke leuk dat jullie geklikt op deze nieuwe aflevering, deel 6 van jachtseizoen van Fortnite. Ik heb een nieuwe slachtoffer, nee, ik zeg elke slachtoffer, een nieuwe vluchteling. Zijn naam is Misha. Misha, heb je er zin in? Jazeker. Ja, nou, we zullen zien hoe je vandaag doet. Je mag ook twee wildcards weer pakken, jongen. Dus we gaan naar de kade zennen, we gaan naar de kade zennen. Ja, zeg maar, van 1 tot en met 10. Bakken. Ik heb zo'n gevoel dat ik twee kaarten ga trekken wat in jouw voordeel zit. Dat kan. Oké, dus nummer 7. 7. Oh, dit is een hele goede voordeel voor jou, jongen. Oh. Want als jij bijvoorbeeld 20 minuten hebt, zeg maar. Ik mag een minuutje erbij. Dus dan heb je niet 20 minuten, maar heb je 21 minuten. Ah, oh, zo. Dus okay. Je krijgt een minuutje bij op je eindtijd. Ja, de volgende. Dat was een lekkere. 10. Nummertje 10. Ik moet 30 seconden stilstaan. Oh, lekker. We gaan heel snel naar de gameplay. Achter je, Misha. Hoe lang denk je, je hebt nog 30 seconden, hoe lang denk je weg te blijven? Ja, ik wil meer dan 15 minuten uit jouw handen blijven. 15? Dat is heel kort, hè? Ja, maar ik wil mijn tijd verbeteren van vorig seizoen. Oh ja, jij stond een paar seconden onder René, toch? Ja, 5 seconden. Ja. En waar ga je eerst heen dan? Naar Lonely Labs ga Lonely ik als eerste heen. Oké, helemaal goed. Wil je nog wat zeggen? Je hebt nog 5 seconden. Gebruik zak, Freddy 2020 of Game Freddy 2020 en abonneer op deze gabber. Weg, WC! René! Zo, jongens, de kaarten zijn ook weer getrokken. Zoals jullie gezien hebben net in een vorige scène. Misha die krijgt 1 minuut extra op zijn eindtijd. Dus als hij 20 minuten haalt, dan krijgt hij 21 minuten. Dat betekent dat hij 1 minuut langer uit mijn handen is gebleven. En hij moet tegen mij zeggen dat ik 30 seconden moet stilstaan. In totaal kan ik 1 minuut en 30 seconden extra tijd krijgen. Oh. Ja, in principe wel, ja. 15 seconden, mag je eerst locatie doorgeven. Zo! Nee, nu. Creaky Compound. Waarom ben je nou in een Creaky gegaan? Omdat ik toch zei dat ik naar Lonely Labs ga, lolo. Nu niet zo'n grote mond, hè, jongen. Ik pak je echt wel, hoor. Ja, dat zullen we zien. Heb je nou healing? Ja, ik heb een vis. Vis waarmee je zei, een stukje vis. Vis. Ik heb Edwin's boomgenoot, zeg maar. Yeah. Edwin's boomgenoot? Ja, boomgenoot. Kameraad, snap je? Ja. Omdat Edwin van rubber duckjes houdt, is die kameraad van de rubberen vissen. Rubberen duckie, dat klinkt zo raar. Ja, rubberen duckie. Mijn PC heeft een update gehad en het is niet helemaal lekker bevallen volgens mij wel. Jezus. Ik weet het niet, maar... Ik kan me ook gewoon in Mega City verstoppen, omdat het zo groot is. Mijn locatie? Mega City. Ga je nou het echt doen? Wat? Verstoppen? Misschien. Dat is toch geen leuke content voor de kijkers, jongen? Locatie? Ik rij net Frenzy Fields uit. Interessant. Ik ga deze even pakken. Weer een nieuwe auto, let's go. Level up. Ik zit ergens aan de rand van de cirkel. Niet helemaal precies aan de rand van de cirkel. Ik zit er, even kijken. Ik zit er 124 meter vandaan van de rand. Ja, maar daar heb ik toch niks aan, de rand is heel groot nog. Ja, aan de kant van Frenzy Field. Gans ver weg, man, gek. Nou, ik zie net dat jij een combat cage hebt opengemaakt. Kunnen ze zo'n afstand zien? Zo. Ja, maar nu zit ik vast in een boom. Mero. Plaats die bomen nou niet in mijn weg. Loot Island. Oh, Jezus. Freddy. Niet doen. Ik vind het hier niet fijn. Ah, nieuwe. Oeh. Ja, maar nu word ik door 2 personen gefocust. Godverdomme. Ja, maar nu ben ik mijn auto ook kwijt. Nee. Je hebt de kade ook nog steeds, hè?
Hij heeft die kruppelkloof. Nee. Ja, maar dit vind ik niet eerlijk. Ook oh, ja, die Bas hier boos op mij. Fuck up. Freddy, die kruppelkloof neerleggen. Nee. Wee, speed bitch. Speed bitch. Ik ga echt snel jongen met die din. Wat ding? Ja, ik zit helemaal bijna helemaal in Frenzy Fields. Waar zit hij? Bij Frenzy Fields, naast Frenzy Fields. Links of rechts van Frenzy Fields? Ja, weet ik veel. Ik weet niet wat links of rechts is. Links is waar je duim en rechts kan zijn en links en rechts waar je duim en rechts. Ja. Ja, dat helpt ook lekker, Freddy. 10 seconden. 3. Wacht even. In de jungle gebied. Schoot jij mij nou of was dat de bot die mij schoot? Weet niet. Ja, ik werd beschoten door iemand. Pas door die bot. Oeh, cirkel komt eraan. Shit. Wee. Oh shit. Freddy, daar ben ik. Freddy, ik ben daar. Ik ben daar, Freddy. Waar? Freddy, niet doen. Freddy, niet doen. Ik zie jou niet eens, man, gek. Freddy, niet doen. Ik zie je recht voor me staan. Je lult, jongen. Ik zie jou niet eens. Ik zie jou wel, Freddy. Freddy, 30 seconden stilstaan. Kijk, nu was die wel handig geweest. Ik ga een klein stukje naar voren lopen, anders zit ik straks dood door de storm. Ja, is goed. Je zit met 25 seconden zeer dat ik stil moest staan. Dus moet 5 of 10, 9, 8, 7, 6. Ja, en dan doe je die andere 5 seconden toch gewoon in de cirkel. Ja, mag weer. Ik zie jou daar lopen, jongen. Wat? Ik zie jou daar lopen. Jij hebt die invisible ding. Ja. Nee, maar ik heb die oranje gloed op mijn voeten. Nee. Godverdomme, kom hier! Nee. Kut. Alles is leeg! Oh, maar dit is gewoon gemeen. Ah, kut. Kut. Ja, ik zit in storm. Hahaha! Oh. Oh, dames en heren. Michel, hoe vond je ervan? Ja, geweldig. Dit was wel een leuke. Dit was een leuke. Jongens, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En heb je ook een YouTube kanaal en wil je ook zelfpromotie? Promotie over je kanaal. Jongens, stuur me een berichtje en dan kun je ook meedoen met Yasu. Er zijn 2 eigen vereisten, eentje met camera en eentje gameplay opnemen. Dus, later!